Hey, dit is het Kidsweekjournaal van dinsdag 7 april. Met een verrassende omarming met een koningin, een ontzettende dure diamant en de vraag van de dag. Maar we beginnen met een ontruiming van woningen. Enkele bewoners van huizen in Amsterdam roken dit weekend iets vreemds. Er was een gaslek vlakbij hun woningen. En dat kan best wel gevaarlijk zijn. Toen ik hier ter plekke kwam, bleek inderdaad dat er een gigantische gaslucht in de steeg naast het gebouw was. Vanuit de roosters, uit de kruipruimte. Nou, ik heb ook meteen Nuon ingeschakeld. Nou, en de Nuon is nu bezig om uit te zoeken waar het zit. Die vonden het zo ernstig dat ze meteen de brandweer en de politie ingeschakeld hebben. De directe omgeving werd gelijk afgesloten en een tiental woningen ontruimd. De politie kwam en moeder dacht, wat was er aan de hand? Toen moesten we met z'n allen naar buiten zonder iets mee te nemen. En nu wacht ik nog steeds dat ik naar binnen mag. Moeder is naar mijn oma gaan en ze weet nog steeds niet wat er is gebeurd. Toen jullie eruit moesten, wisten jullie niet wat er aan de hand was? Nee, ik wel. Zij tegen mij. Mijn moeder was gelijk weggaan. Is dat wel schrikken als je er opeens je huis ontmoet? Ja, want je weet niet wat er aan de hand is. Nadat het gasbedrijf het lek had gerepareerd, mochten de bewoners gelukkig weer gewoon terug hun huis in. De koningin van Groot-Brittannië, Elisabeth, houdt er strenge regels op na. Zo mag je haar normaal gezien niet aanraken. De vrouw van president Obama van de Verenigde Staten dacht daar anders over. Tijdens het bezoek van Barack Obama en zijn vrouw Michelle aan de koningin, deed Michelle opeens iets heel raars. Ze legde haar hand op de rug van de koningin. Heel Groot-Brittannië schrok behoorlijk van de actie en raakte er niet over uitgepraat. Volgens de regels mag je eigenlijk de koningin alleen een hand geven. Sommige mensen vinden het absoluut niet kunnen en anderen vinden het doodnormaal. Wat vind jij van de omhelzing tussen Michelle en de koningin? Diamanten kunnen ontzettend duur zijn, maar een diamant uit Afrika is wel heel erg prijzig. Ook al gaat het momenteel niet erg goed met de economie en moeten sommige mensen het met wat minder geld doen, dure dingen blijven populair onder de rijken van de wereld. In Hongkong in China werd vorige week een diamant vertoond die je kan kopen voor ongeveer 6,35 miljoen euro. De steen is zo bijzonder door de kleur. De diamant is van een speciaal soort kleur blauw en heeft een zeer hoge kwaliteit. De diamant komt uit Afrika en werd in 2008 gevonden. De diamant zal nog heel wat van de wereld zien. Zo kun je hem binnenkort ook nog bewonderen in onder andere Londen, Parijs en New York. Op 12 mei gaat de diamant geveild worden in Genève, Zwitserland. Ga dus maar alvast flink sparen. En dan het goede antwoord op de vraag van maandag. Deze ging over bij welke dierenfamilie ezels horen. Het goede antwoord is paardachtige. De vraag van vandaag gaat over diamanten. Weet jij welke stad in Nederland ook wel de diamantenstad wordt genoemd? Morgen hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Vandaag is het wisselvallig weer. Het kan van tijd tot tijd gaan regenen en het is 16 graden. Morgen is er ook flink wat kans op regen en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het voor vandaag. Kijk op de site voor meer nieuws. Morgen zijn we er weer. Doei!